Terwijl in andere Vlaamse en Belgische steden die demografisch en historisch een veel minder interessant profiel vertonen dan Antwerpen, nog volop wordt meegeleefd met de ontknoping van het seizoen in de hoogste voetbalklasse, moeten wij ons hier in de metropool tevreden stellen met de hoop dat de Great Old zijn 9e opeenvolgende seizoen in de tweede klasse in schoonheid zou kunnen afsluiten door op de Bosuil te winnen van God beter het Woluwe. U kunt nu kijken naar het verslag van dit glorieuze evenement. Dat de wedstrijd geen belang heeft voor beide ploegen is van in het begin duidelijk. Het is wachten tot op het kwartier om te kunnen spreken van een eerste kans. Maar Saint-Gier wordt niet echt bedreigd. Beide ploegen laten begaan en het publiek moet zich tevreden stellen met een aaneenschakeling van halve kansjes. Woluwe kan toch eens uitbreken. Lumba Gabi wordt diep gestuurd, maar Saint-Gier reageert alert. Op het half uur dan toch eens Antwerp. Niet toevallig vanuit een stilstaande fase wordt de bal voorgebracht. Niri Sarike kan de kopbal niet in doel werken. Op slag van rust breekt Diouk door op rechts. Hij legt breed naar Fauché, maar die kan zijn schot niet kadreren. Hier zat meer in voor de thuisploeg. De tweede helft is al even slaapverwekkend als de eerste, tot in de 20e minuut. Bennassar, die net is ingevallen, zet zich door. Maar die kan de bal voorzetten en het is Fauché die de score opent. 1-0. Een schitterende duikkopbal van de spits. Het vertrouwen groeit bij de thuisploeg, maar het is Woluwe dat nog kan dreigen. Na een hoekschop gaat de bal maar net over. De wedstrijd kabbelt naar zijn einde. Larenberg kan nog eens een keer uithalen, maar zonder resultaat. 1-0, een magere overwinning, maar een overwinning om een matig seizoen af te sluiten. 11e zege van het seizoen en Antwerp eindigt als 10e in de tweede klasse. Dat is een bedroevend resultaat voor de club die als laatste Belgische vereniging doorstootte tot de finale van een Europabeker voetbal. Teleurstellend seizoen met meer downs dan ups. En ja, ik denk dat wij nu het anders moeten gaan doen volgend seizoen. Ik denk dat we meer naar het type Oostende moeten gaan dit seizoen. Niet de beste spelers, maar echt collectief gaan bekijken. En ik denk dat Antwerp dan wel zal komen. In het begin van het seizoen deden we toch wel redelijk goed mee, vond ik. Maar dan in december is er iets misgegaan en dan hebben we veel matchen achter elkaar verloren. En dan ja, achteraf misschien onze kop een beetje laten hangen. Maar ik denk wel, capaciteit was er wel, denk ik. Ik heb de hele tweede ronde teleurstellend gedaan en toch blijven ze positief. Ondanks die nederlagen thuis blijven ze toch volgens mij positief en dat siert deze club wel. Dus ja, ik denk dat het nu over en uit is even bezinnen, iedereen. En ja, volle moed van het seizoen starten. Vanmiddag was ook de laatste wedstrijd van trainer Dennis van Wijk. Het contract van Van Wijk en assistent Sadio Demba wordt niet verlengd. Antwerp gaat dus op zoek naar een nieuwe coachingstaf. De flamboyante Nederlander blikt met gemengde gevoelens terug op zijn korte passage bij het stamnummer 1. Ik denk dat de mensen wel appreciëren wat ik hier gedaan heb. Oké, het is een heel moeilijk jaar geweest op alle vlakken. En ja, we hebben toch keihard ons best gedaan, maar oké, ik denk dat er niet echt veel meer in zat. Ja, wat is jouw gevoel nu je Antwerp verlaat? Ja, natuurlijk triestig, maar het leven gaat door. Je mag er niet te lang bij stilstaan. Prachtige club, ik heb elke dag genoten. Met heel veel plezier gewerkt hier. Maar nogmaals, de omstandigheden waren heel erg moeilijk. En voor mij natuurlijk ook wel een heel grote frustratie. Dus het bestuur heeft beslist om niet verder te gaan. Dat moet je als trainer accepteren. En het leven gaat door voor een Antwerp en het leven gaat door voor mij. En ik hoop dat we beide succesvol zijn.